Karin Spuibroek en ik ben programmamanager van het Nova Innovatielab. We hebben binnen Nova College een innovatieprogramma opgezet met kleinschalige experimenten die bedoeld zijn om de vernieuwingskracht in het onderwijs te stimuleren. Teams, onderwijsteams, docenten konden vanuit hun eigen creativiteit en vakdeskundigheid aan de slag met onderwijsvernieuwing. Samenwerking stond centraal in experimenten. Samenwerking tussen teams, binnen teams, tussen teams en studenten, oud-studenten, onze stafmedewerkers, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. Deze compilatie is een impressie van de uitgevoerde experimenten. Welkom in het BIMLab. Ik zal je even een korte rondleiding geven. We gaan beginnen bij het leukste. Er wordt nu door een woning heen gelopen. Dan kunnen we hier meekijken van wat er gezien wordt door de bril. BIM staat voor bouwinformatiemodel en dat wil zeggen dat je samenwerkt om een virtueel bouwwerk te bouwen. Het BIM-model zorgt ervoor dat eigenlijk alle problemen van tevoren worden opgelost en niet tijdens de praktijk nog tegenaan gelopen wordt. Nou, ik ben hier bezig geweest met een herbestemming van een staalconstructiebedrijf. Ik heb hier het SketchUp-model wat ik eerder heb gemaakt op een stagebedrijf. Die heb ik ingeladen in de computers hier. We zien gewoon nu dat het fantastisch werkt, dat het inspirerend werkt, dat het bedrijfsleven heel enthousiast is. Ook de samenwerking van de studenten bouwkunde en ICT. Als studenten bouwkunde problemen hebben of vragen, dan kunnen ze met de hulp van de ICT-studenten daar eigenlijk oplossingen voor vinden. En het mooie is dat de studenten dit allemaal zelf ontdekt hebben over hoe ze het moeten doen. Ze hebben er veel van opgestoken. We zijn hier op een hele geheimzinnige plek. Dit is een escape room voor studenten verpleegkunde. Een escape room is eigenlijk een kamer waar je ingaat en je moet door middel van puzzels en opdrachten binnen de tijd eruit zien te komen. Om de escape room te kunnen doen moet je goed je zenuwen kunnen beheersen, je moet stressbestendig zijn, maar dat moet je als verpleegkundige in je echte werk ook kunnen. We hebben de escape room een keer proefgedraaid met oud-docenten en docenten. Ja, ze vonden het ook spannend. Ja, je gaat toch ergens in, je weet niet wat je te wachten staat. En ja, zie er maar uit te komen. Linksboven, hier zo. Ja, wij waren met de klas bezig met rationale. Een rationale is een methode die je kan gebruiken om bijvoorbeeld stellingen te onderbouwen. Het is gewoon makkelijk te gebruiken en het zijn van een soort van tekstwolkjes die je dan zo aan elkaar kan plakken. Weet je nog wat het verschil was tussen groeperen en betoog? Betoog was dat je had één onderwerp. We weten dat kritische denkvaardigheden is een van de 21e-eeuwse vaardigheden. En we hebben gezocht naar een methode die aanspreekt, waar makkelijk mee te werken is, die online gebruikt kan worden en die ook inzetbaar is bij verschillende vakken. Ik zit nu in mijn laatste jaar onderwijsassistent en ik wil graag doorstromen naar het HBO. En dan heb je veel meer te maken met samenvattingen maken, dus dan zou ik deze methode zeker gebruiken. Het helpt mij zeg maar ook gewoon in het normale leven echt mijn stellingen te onderbouwen. En dat heb je vooral geleerd in dat programma, maar nu kan je het zeg maar ook verwerken in het echte leven. Dit gaat over onszelf. Wij hebben alleen een doorgevende taak en een begeleidende taak bij privéproblemen. Is het waar of is het niet waar? Ja, ik heb rood omdat ik denk dat jullie studenten wel doorverwijzen, maar niet begeleiden. We zijn hier het juridisch loket van het Nova College. Die is net opgezet. Wij zijn er voor de studenten en voor de docenten om informatie te verstrekken. Goedendag. Mag ik wel wat vragen? Ja, tuurlijk. Wij willen graag weten hoeveel uren wij stage moeten lopen. Gemiddelde stageuren die je moet halen zijn 480. Met betrekking tot het juridische werkveld gaat er heel veel veranderen. Ja, dan dachten wij van, nou, we moeten dan onze eigen interne leerwerkbedrijf oprichten, zodat wij ook mee kunnen met de veranderingen die dus in de praktijk gaan plaatsvinden. En het is niet alleen hulp op juridisch terrein, maar ook voor privéproblemen. Als leerlingen problemen hebben met de thuissituatie en ze willen uit huis, bij wie moeten ze dan zijn? Daar kunnen wij dan ook bij helpen. En dan is een jurist dus wel heel ver weg. En wij zijn net een iets toegankelijkere stad.
opleiding. Nou, als we hier beginnen, deze rand wordt eigenlijk in zijn totaliteit vooral siertuin. Dit gedeelte, het middenstuk, wordt eigenlijk de moestuin. En verder hebben we nog de vijvers. En ze zijn allemaal eigenlijk een klein beetje anders, zodat we ook verschillende ecosysteempjes kunnen testen in de lessen. We kunnen watermonsters nemen en daar allerlei waardes uit bepalen. Zuurstof, nitriet, nitraat, pH. Zo kunnen we eigenlijk de lessen voorzien van allerlei leuke testjes. We staan hier in Beverwijk bij het Nova College in de binnentuin. Dit is een poging om er een permacultuurtuin van te maken. Het is een tuin die zichzelf in stand houdt door zo min mogelijk menselijk onderhoud. En daarachter zie je die mooie bakken. Dat zijn de compostbakken waar we het afval natuurlijk in doen. Wat uiteindelijk weer leidt tot een mooie compostlaag. Wat we weer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te bemesten. Het leukste aan dit project vind ik dat het een poging wordt gedaan om bewust te maken aan mensen dat ze goed met de natuur om moeten gaan. En vooral juist ook moeten kijken bij zichzelf. Ik doe dit en dat heeft zo'n impact op mijn omgeving. Want die natuur, daar hebben we er maar één van. Nee, dat ging inderdaad niet helemaal goed. We hebben gekeken naar een aanvaring tussen de Wekker Huisendaal en de Paula. Het eindproduct is een filmpje waarbij de leerling zelf keuzes maakt. No, mistake correction. Wat ik geleerd heb van dit project is hoe snel dingen fout eigenlijk kunnen gaan. Is binnen 5 minuten kan een alarm daadwerkelijk echt zo'n groot risico vormen dat je echt in aanvaring komt. Nou, dan heb je het. Fali! Je moet even in de camera kijken. Het leukste vond ik eraan het samenwerken tussen de docenten en, en wij eigenlijk. Dat je staat in een compleet andere rol in plaats van dat je normaal les krijgt. Hoi. Hey, succes. Yo.